Hallo, 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 hallo. Super fijn dat je kijkt of luistert naar de Daily Daisy podcast. Het is een tijdje geleden dat ik een podcast heb opgenomen. En dat heeft alles te maken met het thema van seizoen 2. Het thema van seizoen 2 is natuurlijk perfectionisme helen. Perfectionisme helen. En spirit first. En ik ben mezelf echt tegengekomen. Maar ik besloot vandaag, en dat is eigenlijk ook een beetje het moraal van het verhaal. Ik kan altijd opnieuw beginnen. Ik kan altijd opnieuw beginnen. Ik zat gewoon heel erg lang vast in van alles en nog wat. Wat mijn aandacht vroeg. Maar ook in perfectionisme. Ook in perfectionisme, want ik voel al langere tijd dat ik. Dat ik een nieuwe koers wil inslaan met de podcast. Dat heb ik natuurlijk al in de introductie van seizoen 2 verteld. En ja, echt meer mijn eigenheid, nog meer authenticiteit, nog meer hartkracht. En ook gewoon nog meer ruimte voor reflectie voor jou als luisteraar. Maar ik wilde dus ook op YouTube gaan opnemen en filmen. Maar dan komt mijn ego en die zegt. Ja, maar hoe dan? En je muur is niet mooi. Ik had een groene muur. Sommigen van jullie volgen me wat langer. Ik had een groene muur eerst. En er was eentje groen en de ander wit. En ik vond mijn kast, mijn altaar was niet netjes. En nou, weet ik veel. En er waren allerlei redenen waarom ik vond dat ik nog niet klaar was om de podcast op te pakken. En nou, al helemaal niet via YouTube. Terwijl dat wel echt een. Ja, nou ja, misschien wel een zielsfluistering was. Niet eens zozeer een verlangen, want ik vind het juist makkelijker dat ik met ongekamde haren lekker kan opnemen. Maar wel misschien een koers wat past bij meer mensen kunnen bereiken met datgene wat ik te brengen heb. Dat ik mensen bemoedig om meer vanuit die ziel te gaan leven. Om meer af te stemmen op dat wat goed is voor jou, om meer te gaan staan in jouw leiderschap, in het licht dat jij kan brengen, jouw unieke licht. En om meer je stem te gaan laten horen en dat weer leuk te vinden, maar vooral daar ben ik dus ook achter gekomen de afgelopen tijd, is dat het gaat over dat je je daar veilig bij voelt. Ik wist niet dat dat eigenlijk is waar mijn werk vooral over gaat. Ik werk met vrouwen. Het gaat vooral over dat vrouwen zich veilig genoeg voelen om hun stem te delen. En dat is logisch, want er is heel veel onveiligheid in ons systeem, in ons lijf, vanwege de heksenachtervolging, vanwege jeugdtrauma's, vanwege verlegenheid, vanwege angst voor afwijzing, vanwege zelfcriticus die zegt, ja, maar alles wat uit je mond komt is gestoord, niemand die je begrijpt, niemand die je volgt, niemand die je leuk vindt. Nou, eigenlijk heb ik van alles voorbij zien komen bij de vrouwen die ik begeleid. En zelf heb ik er dus ook last van. En de doorslag waardoor ik vandaag een filmpje kan opnemen, is, ik heb vanochtend een video opgenomen, want ik wil heel graag mijn Spirit First visie nog meer uitdragen. En elke keer dat ik ga zitten om er, om op, nou ja, eigenlijk kreeg ik mezelf niet eens op de stoel, laat me heel eerlijk zijn. Ik wil zeggen, elke keer dat ik ga zitten om op te nemen, ik kwam niet op die stoel. Elke keer een soort afleiding, ging ik wat anders doen en ging ik liever cacao drinken of een kaartje trekken of naar het bos of pannenkoeken eten. Elke keer ging ik iets anders doen in plaats van gaan zitten en vertellen wat ik te vertellen heb. En vanochtend zag ik een filmpje die me heel erg had geraakt. Dat ging over procrastinating learning en hoe ik dus liever leer dan teach. Dat heb ik eruit gehaald. En dat raakte mij. Die kwam echt binnen. Omdat ik ook op zielsniveau weet van ja, maar ik heb wel wat te brengen. Ik heb echt wel wat te brengen. Maar er zat ook nog een stukje onzekerheid. En een stukje. Perfectionisme is eigenlijk een vorm van onzekerheid en angst. Dat het nog niet goed genoeg is. Het moet helemaal perfect. De muren moeten perfect. Alles moet perfect. Maar wat dat eigenlijk mij zegt, is dat ik verlangde naar. Veiligheid. Dat het veilig genoeg voelt om mijn licht te schijnen. Dat het veilig genoeg voelt om te komen opdagen. Dat het veilig genoeg voelt om die bemoediger te zijn. En de shift vanochtend is dat ik een filmpje opnam.
ik hem niet goed vond. Dat ik met de cheerleader ben gaan zitten. Sommigen kennen jullie haar. Jullie kennen haar wel, Carmen da Silva, wel eens. Ik ging met haar zitten en zij spiegelde naar mij. Wat goed dat je wel een filmpje hebt opgenomen. En wat goed dat je een academy hebt die je kunt gaan vullen. In plaats van, nou wat jammer dat je niet heel je training in één keer af hebt. Zij gaf me een hele zachte spiegel. En toen ineens, want dat is wel grappig, want als ik ineens connectie voel of zachtheid, dan is het alsof de wijze ik opstaat. En de wijze ik die zei, heel wijs, weet je, met de trauma's die ik heb, die ik met me meedraag, met de angst en onzekerheid waar ik nog last van heb, is het eigenlijk echt heel goed dat ik op de stoel zit en dat ik het heb opgenomen. Heel ander perspectief dan die criticus. Heel ander perspectief dan de perfectionist. Heel ander perspectief. Dat was een perspectief van de groei vieren. En ook een perspectief van compassie naar dat deel in mij die het moeilijk vindt. Dat deel in mij die het spannend vindt. Dat deel in mij die zich een klein beetje onveilig voelt en denkt: oh my god, hier dreigt gevaar als ik ga zeggen wat ik te zeggen heb. Echt, het is dat ik echt nu eigenlijk denk: waar is de perfectionist gebleven? Ineens was het: oh my god, progress makes. Nou ja, ik wil zeggen perfect, maar eigenlijk progress makes progress. Weet je wel, groei is gewoon groei. En ik ben niet eens op zoek naar perfectie. Ik wil gewoon heel graag mijn licht delen en ik wil vrouwen bemoedigen om dat ook te doen, om echt te gaan geloven in dat wat ze voelen van binnenuit, dat ze uit te dragen hebben. En vooral, en dat is dus, hè, dit is mijn eerste filmpje, dit wordt mijn eerste filmpje op YouTube, van doe het in kleine stapjes. En wat je nu allemaal ziet, er zit een heel verhaal achter die muur. En ik wilde die muur heel lang al verven. En op het moment dat we eindelijk verf hadden gekocht en de dag dat we gingen verven, werd ik gewoon een soort van ziek. Mijn man heeft het voor me gedaan. Ik heb af en toe meegeholpen. Ik dacht, ja, maar het is mijn muur. Ik moet toch ook helpen. Maar ik kon het niet aan, die transitie. Dus het is ook wat ik wil met de podcast, maar ook in al mijn communities, is dat we veel meer compassie gaan tonen voor dat wat moeilijk is. En onszelf gaan bemoedigen voor de kleine stapjes die we zetten, ondanks de moeite. Enorme moeite om een kleur te kiezen, enorme moeite om een kast te vinden. Want de perfectionist in mij, die, nou ja, echt, ik zat zo diep in mijn eigen shizzle. En dat is oké. Okay. Het is nu 4 maanden later en ik neem toch weer een podcast op. En die compassievolle, ja, blik wil ik bijna, ja, blik gun ik jou ook. Als je voelt dat je iets in de wereld aan het zetten bent of wilt zetten, maar het is er nog niet. Dat is zo'n kwetsbare fase en daarin kunnen we echt steun en bemoediging en liefde gebruiken. In plaats van die innerlijke criticus die gaat zeggen, nou, maar het is er nog niet, het is er nog niet. En ik ben dus op die manier ook echt heel voorzichtig en heel zachtjes begonnen met een droom van mij, de Spirit First Community. Dat ik heel erg droom van een spirituele vrouwencommunity, waarbij we samen op weg gaan. We gebruiken mijn boek in 10 stappen ontspannen succesvol als kompas, als leidraad. We doen elke maand een stap. En we gaan nu de derde maand in. En 1 keer per maand komen we live samen. Gaan we iets leuks doen. Want daar kom ik zo nog op terug. Dat was de shift. Dus een compassievolle blik, maar ook de fun, het plezier. En 1 keer per maand hebben we dus een Spirit First Playday. Dan ga ik gewoon op zoek naar iets van: hé, hey, wat moet het teweeg brengen? En Fernanda van FUN, Fernanda's Unicorn Network, die zoekt daar een geschikte locatie bij. Dit keer was dat dus de kunsthal. En bij de kunsthal hebben we dus hele mooie foto's. Want als ik daar ben, mijn criticus gaat ook mee. Is het niet goed? Is het genoeg? Is het wel genoeg? Is het niet, het was niet, het is niet goed, maar vooral is het wel genoeg? Maar op zo'n dag komen we bij elkaar en het ontstaat. Het ontstaat. En dat was heel mooi. Carmen had een hele mooie introductie gedaan van hoe we kunnen leren van kunst. En de vraag die we hebben, dat we dat gespiegeld kunnen zien, de antwoorden door de kunst. Hoe kan je dat doen? Nou, het was een hele mooie dag. Waar het vooral vandaag om gaat, dat toen ik de foto's zag, ik alleen maar trots en dankbaarheid voelde van Daisy. Kijk nou,
Kijk nou, die community. Wat echt begon, al heel lang wilde ik het. In augustus had ik een Instant Magic training gegeven. En toen zei ik, oh, dit wil ik echt heel graag. En zei iemand, doe het, doe het, doe het. En pas in november dacht ik, oké, nu ga ik het doen. En in 1 december zijn we gestart. En ik wil dat we die kleine begin meer gaan eren. Dat we die kleine stapjes ook voordat het, want er is heel veel gebeurd voordat ik 1 december begon. En dat mag ook geëerd worden. De angstmomenten, de twijfelmomenten, de onzekerheid. En dan toch doorzetten, toch het gesprek, toch weer benoemen dat ik het wil. Toch regelen dat het kan. Toch de uitnodiging de deur uit doen. Eerste founding member, tweede founding member, twee teamleden. It's like, yes! Ik heb iets gecreëerd. En dan kom je dus in het verhaal van creatie. Dat is wat ik vandaag heb geleerd tijdens de check-in met Carmen. Van, oh ja, we kunnen op twee manieren naar het leven kijken. Van het verhaal van creatie, hè? Dus dat je vooruit aan het groeien bent. En daar hoort ook dus loslaten bij, verwelken bij. En in ieder geval beweging vooruit. En we hadden nog geen woord voor die andere. De andere kant. Als het niet het verhaal van creatie is. Maar dat is eigenlijk het verhaal van afmaken. Vernietiging. Ja, misschien is dat het wel. Als ik naar mezelf kijk en eerlijk ben, is het eigenlijk het verhaal van vernietigen. Datgene wat naar buiten wil, nou, voordat het überhaupt de kop opsteekt, heb ik het al afgemaakt. Nee, gaan we niet doen. Niet goed, want ik heb geen roze muur. Want ik heb geen mooi altaar. Want. Dus welk verhaal vertel jij jezelf? Het verhaal van creatie of het verhaal van vernietiging? En de verandering kwam. De verandering kwam. Ik was dus met Carmen aan het sparren over wat we willen doen, wie we willen zijn, hoe we ons licht willen schijnen, hoe we anderen willen helpen. En op een gegeven moment zei ik dus, zei ze, ja, even geen plezier te hebben. Ik zeg, ja, maar ik kan toch geen plezier hebben? Want ik zeg, het was zo'n deel in mijn ding. Ik moet toch een wit gewaad kopen als ik spiritual teacher ben. En dan ben ik een wit gewaad en ik moet heel serieus zijn. En ik wil spelen. Dat kan toch niet? Dan doe ik geen eer aan eigenlijk het heilige van mijn werk. Dan doe ik mezelf geen eer aan. Nou, toen moest ik zo hard lachen. Want ik dacht, dat is echt zo'n ego-stuk. En misschien ook iets wat ik heb geleerd, hè, van je moet serieus zijn, want dan word je serieus genomen. En dat ik dus mijn ware zelf kon dan niet stromen met die overtuiging. Want ik ben niet serieus volgens mij. Ik praat wel over serieuze dingen, maar ik ben niet. Ik ben juist. Ik kom juist tot leven wanneer er speelsheid is en luchtigheid. En daar herinnerden ze me aan. En meteen kon ik stories opnemen. En meteen dacht ik, ik ga dit opnemen en ik ga het gewoon vertellen. Omdat de joy erin terugkwam. De joy past meer bij het verhaal van creatie. Want vernietiging is inderdaad niet zo leuk. Dus ook daar kan het je bij helpen om verhaal te shiften. In plaats van dat je jezelf en je dromen en je diepste verlangen en je talent eigenlijk, nou ja, vernietigt of in ieder geval in de kast laat, dat je kiest voor, oké, hoe kan ik vooruit komen? Welk kleine stapje? En er zijn een aantal stapjes die je met mij kunt nemen. Elke vrijdagochtend is er de Friday Leadership Celebration. Van 8:30 tot 9:00 kom ik samen met vrouwen via Zoom, waarbij we dus iets moois van de week vieren. Om dus het verhaal van creatie eigenlijk te voeden. En vooral met ogen van compassie en groei te kijken naar wat is er deze week wel gelukt. Waar wil ik wel even aandacht aan besteden? Want vooral als je ZZP'er bent of als je ergens werkt, hè, zijn er ook gewoon professionals die niet ondernemen, maar misschien op de werkvloer is er niet ruimte om bepaalde dingen te delen die voor jou wel relevant zijn, of in je eigen omgeving niet. Of je vindt het gewoon leuk om gevierd te worden, het maakt eigenlijk niet uit. Wat de aanleiding is, maar je bent super welkom als je zegt: ik wil vaker stilstaan bij wat er wel goed gaat in mijn leven. Ik wil in een positieve omgeving terechtkomen met andere vrouwen die ook in shitweken toch het lichtpuntje weten te vinden door de viering. Ik heb vandaag nog een hele mooie review ontvangen en het warmt mijn hart om te zien wat er kan gebeuren als je in een voedende omgeving komt. En dat is. Wat ik voor je wil creëren, dat is wie ik voor je wil zijn. Dus je bent super welkom, omdat dat zaadje wat in jouw ziel leeft, de wereld mooier kan maken. Dus het is ook eigenbelang, hoe meer mensen hun zaadje tot bloei laten komen, hun licht laten schijnen, hoe mooier de wereld voor mijn kinderen straks en voor mij, zolang ik er nog ben. Dus dat is echt veel meer wat ik wil delen. En de perfectionist in mij vond dat nadan. En nou ja, je herkent het misschien wel.
Dus dat is wat ik voor vandaag heb. Van ook al duurt het lang, wees lief voor jezelf. En start met hele kleine stapjes. Wat kan ik vandaag wel? Wat is er wel mogelijk? En dat is zo grappig, want eigenlijk vandaag zei ik tegen mezelf, ik ben al trots op mezelf dat ik op die stoel ben gaan zitten om een filmpje op te nemen. Ook al vind ik het filmpje niet goed, dat maakt niet uit. Ik ben trots dat ik op de stoel ben gaan zitten en dat ik een opname heb gemaakt. Daar ben ik trots op. En ik hoef eigenlijk vandaag niks meer. Ik hoef niks meer. Ik ben al trots op mezelf. Ik mag nu gaan doen wat ik wil. En toen ineens had ik inspiratie om een story te maken en om dit op te nemen. Er is ineens een podcast en staat dit zo meteen op YouTube. Dus juist die lief zijn voor wat er wel is, geeft nog meer ruimte voor wel. Dat is wat ik vandaag heb ontdekt. En ik hoop dat het je bemoedigt. En nou ja, ik wil bijna zeggen, vergeef me dat het zo lang heeft geduurd. Maar aan de andere kant denk ik dat dat ook onderdeel van het verhaal is. Van geven de tijd die het nodig heeft. Heb geen haast, heb geen haast. En als je daar nog ondersteuning in wilt, mijn boek In 10 Stappen Ontspannen Succesvol gaat eigenlijk daarover. Hoe ik die shift heb gemaakt en blijf maken. Want het is echt een ongoing process. Dus dat merk je ook nu met deze podcast. En nu kan ik hem vanuit ontspanning opnemen. In plaats van, ja, maar het moet, het moet. Ja, dat is ook een stap uit mijn boek. Ik zal de link erbij zetten. Die kan je gratis downloaden. Ga van moeten naar willen. Dat we veel meer op onze eigen voorwaarden gaan leven. Veel meer gaan leven zoals goed is voor ons. In plaats van wat er van ons wordt verwacht. En wat goed is voor mij is dus een cheerleader hebben. De groei zien. De rust, aandacht. Mooie kleuren werkt toch ook mee. Maar dat ik veel meer ga voelen. Wat heb ik nodig om me veilig te voelen. Om mijn stem te laten horen. Me veilig voelen om mijn boodschap te delen. En ik wil jou die vraag eigenlijk ook ja, bewust van maken dat je zelf die vraag kunt stellen. Van wat heb jij nodig? Wat geeft jou een gevoel van veiligheid, zodat je datgene wat je wilt geven, kunt gaan geven? Of dat nou is in woorden, of in kunst, of in aandacht, of wat het ook is, dat je voelt van dat is mijn volgende stap. Hoe kun je het zo veilig mogelijk maken voor jezelf? Alright, dat is hem voor nu. Ciao! En laat gerust ook een review achter. Wat je uit het filmpje of podcast hebt gehaald, dat bemoedigt mij ook weer. En zoals je hebt gehoord, kan ik dat goed gebruiken. Tot de volgende. Doei.